De veiligheid in ons westelijk district Nikeri heeft nog steeds alle aandacht van de autoriteiten. Tijdens een werkbezoek van onze redactie spraken wij districtscommissaris Sindrita Gobardan over de huidige stand van zaken. We staan momenteel in Nikeri waar wij het gaan hebben over de veiligheid van het district. We hebben eerder de burgermoeder gesproken en zij heeft aangegeven dat het hier iets aan de mildere zijde is. Daar wordt ervoor gezorgd. Nou, wij willen dit staven met enkele interviews, dus gaan we lekker praten met de bewoners van het district. Ik ben Aranza Swedo en samen met cameraman Clint Os brengen wij u dit verslag. Ik heb het goed ervaren. Ik heb heel veel dingen hier gezien. De meeste banken zijn hier en kantoren zijn hier. Dat vind ik echt leuk. Ik zie zwervers zijn niet echt over straat hier. Die echt lastig kunnen doen, maar wel in Paramaribo. Het gaat ook om de grootte. In Paramaribo heb je ook veel meer mensen en verschillende buurten. Nikeri is klein, iedereen kent elkaar bijna. En je hebt twee bruggen richting het oosten en de quarantaine hier. Dus je komt niet ver als je hier dingen doet. Ondanks er steeds meer bezoekers richting Nikeri trekken, lukt het de desbetreffende autoriteiten nog steeds om de veiligheid te waarborgen. De burgermoeder merkte op dat dit zijn grondslag vindt in de goede onderlinge samenwerking tussen belanghebbenden. Bovendien zorgen de opvoeders voor het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de kinderen door ze bewust te maken van de gevolgen. Maar we merken wel aan de cijfers dat het toch het veiligste district is van Suriname. En ik denk dat we dat altijd hebben gehad. Maar ook de goede communicatie met je manschappen, met de verschillende gewapende machten. Dat we alert blijven en let op dit, op dat, weet je, regel, wetgeving. En dat wetten en regels voor elk één gelden, ongeacht. Dat is belangrijk, maar natuurlijk, dat zijn de professionele zaken allemaal, maar dan nog zeggen we... Maar ik denk ook de motivatie hoor, dat natuurlijk de ouders ook hun kinderen motiveren. En natuurlijk heb je ook aantal die van het pad af zijn. En ja, die groep is er ook natuurlijk. Dat is wereldwijd zo. In het journaal van morgen brengen wij u meer nieuws over de actuele ontwikkelingen in het district.